Welkom, jullie zijn um, aangekomen op jullie allereerste les. En jullie online programma wat jullie de aankomende acht weken gaan volgen is Meesterschap en Zelfvertrouwen. Ik ben Marieke van Meijeren, ik ben de oprichter van de Bewustzijnsschool. En ik ga jullie acht weken lang meenemen op een reis van waar je in jezelf bent... en um, hoe groot je zelfkennis is en je zelfrealisatie... En dat gaan we acht weken lang met elkaar doen. En we hebben dat in twee delen opgebouwd. En ik ga jullie helemaal rustig meenemen in deze eerste les, waar we in eerste instantie onze focus op gaan leggen de eerste vier weken. En waar we in de, uh, de vier weken hierna uh, naartoe gaan bewegen. Want dat is uiteindelijk waarom je hier natuurlijk ook zit in je woonkamer: om iets in jezelf meer te doen laten groeien. Nou. We hebben de eerste vier weken die we gaan hebben, is um, verlichtingswerk. En verlichtingswerk is het werk dat je diep van binnen doet in jezelf om vervolgens meer ruimte te krijgen voor je zelfvertrouwen en voor je ware essentie dat die naar boven kan komen. Maar daar hebben we wel ruimte voor nodig. Dus je kan een beetje bekijken dat wat je de aankomende vier weken met jezelf gaat doen, dat je ruimte gaat maken in jezelf. en vooral um, met het werk van zelf inzichten. Um, opruimen en je gaat van mij daarin allemaal tools krijgen hoe je dat het beste thuis kan gaan doen. Met jezelf of misschien met je beste vriendin of met je familie of met wie je nog meer nu dit filmpje aan het kijken bent. De andere vier weken waar we dan naartoe bewegen is self-empowerment. Want als we aan het verlichten zijn en ruimte aan het maken zijn en je ware essentie komt naar boven, dus je hart of je intuïtie of je ziel, hoe je dat dan wil noemen waarin je zelfvertrouwen de hele tijd al ingevestigd is, dan heb je ook zoiets nodig als tools om je empowerment te doen op te laten staan. En ook tools uh, hoe je dat zeg maar, stevig voor jezelf in de wereld zet. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld grenzen stellen, grenzen bewaken, uh, helderheid creëren van wat uh, je voor jezelf wil in je leven. Dan weet je een beetje waar je naartoe gaat. Deze eerste les is de basisles. En de basisles is dat we het gaan hebben over zelfvertrouwen. Dus mijn beeld vanuit mezelf is uh, zelfvertrouwen, dat ik mezelf, hè, als we het woord zouden opknippen van zelf en vertrouwen, is het dat mijzelf, dat ik mezelf mag laten zien en dat ik mezelf kan zijn, bij wie of wat, of in werk of relaties of met geld, dat dat helemaal vertrouwd hier op de stoel zit en dat ik dus een goed gevoel van vertrouwen heb en dat voelt voor mij lichamelijk aan als heel stevig. Nou, nu is het belangrijk voor jou om te kijken waar we mee beginnen is wat het voor jou inhoudt, zelfvertrouwen. Dus heb je een beeld van jezelf wanneer je vertrouwen in jezelf gevoeld hebt? Heb je heel helder een moment wat je toen aan het doen was? Heb je momenten gehad in je leven dat je het hebt voelen wegglijden? Heb je momenten in je leven gehad dat je helemaal geen zelfvertrouwen meer had en dat je eigenlijk daarvan ook radeloos en wanhopig was? Nou, zo hebben we allemaal als mens zijn verschillende facetten in ons leven dat dat zeg maar gewoon gebeurt. Dus dat is ook het leven dat het verandert en in beweging is, maar het gaat erom hoe jij er zelf mee om wil gaan.